Helemaal nieuw is de Nissan Leaf voor ons niet meer. We hebben er al eventjes mee mogen kennismaken tijdens de introductie. De auto's waren toen net in Nederland en het was echt nog berenkoud buiten. Inmiddels schijnt, zoals je ziet, de zon. Het is ongeveer 18 graden en dat belooft veel voor de actieradius. Wat we gaan doen? We nemen hem mee naar Friesland. We rijden via de Flevopolder terug en daar gaan we snel laden bij Fastnet. De route is zo'n 320 kilometer lang, dus het belooft dus een aardig stukje te worden. En na 250 kilometer, wanneer de accu's bijna leeg zijn, gaan we eventjes bijladen. Dit betekent dat ik een gemiddeld verbruik van beneden de 16 kWh per 100 kilometer moet realiseren. Als ik zo kijk, dan moet dat lukken. Maar ja, een praktijktest is de enige manier om dat te bewijzen. Ben je dus benieuwd naar hoe ver de nieuwe Nissan Leaf komt op een acculading en hoe handig die is in de praktijk? Kijk dan vooral naar deze video. Om te beginnen, de route. Die begint hier bij ons kantoor in Haarlem. Via de binnendoorroute rijd ik naar de Afsluitdijk. Hier Stavoren, dat kennen we misschien nog wel uit de vorige video met het vrouwtje van Stavoren. Sloten, daar heb ik de vorige keer gegeten. Dat overweeg ik nu weer hier zo. Dan rijden we via de Noordoostpolder terug naar de Flevopolder. Hier via de Ketelbrug. Bij F, daar staat een snellaadstation van Fastnet. Dat is nou ongeveer 250 kilometer. Dat laatste stukje, dat is ongeveer nog 70 kilometer terug naar huis. Hier gaan we dus snel laden. Dat betekent dat de eerste route, 250 kilometer, moet worden afgelegd met een gemiddeld verbruik van beneden de 16 kWh per 100 kilometer. Ik heb al eventjes met de Leaf gereden, dat moet haalbaar zijn. Maar het hangt ook een beetje af van hoeveel tegenwind hebben we en andere weersomstandigheden. Maar dat lijkt allemaal goed te zijn. Ik ga trouwens wel gewoon de airconditioning gebruiken als het nodig is. Want niemand die zo'n auto koopt, die gaat echt zitten afzien. De uitdaging is dus 250 kilometer hier te komen. Via een diverse route, dus snelweg, daar rijd ik ongeveer 110, 120 km per uur. Maar ook stukken binnendoor waar ik de maximum snelheid van 80 zal hanteren. Dus het is een leuke uitdaging, een realistische uitdaging. Het mooiste zou zijn natuurlijk als ik hier een afspraak had dat ik daar alvast wat kon bijladen. Maar dat heb ik niet, dus we moeten hier komen. Nu ik toch voor een brug sta te wachten, kan ik net zo goed een eerste update geven naar zo'n 30 kilometer. Ik ben nu Ring Alkmaar, zo'n 30 kilometer gereden. En dat heb ik gedaan met een verbruik van 16,5 kWh op 100 kilometer. En daarbij heb ik 120 gereden en een stuk 100 gereden. En ik vind het eigenlijk heel erg meevallen. Vooralsnog, hij moet wel iets lager nog. Hij moet zo rond de 16 uitkomen, wil ik die 250 kilometer zonder zorgen afleggen. Gaat het best wel heel goed. Ik sta nu op het punt om de Afsluitdijk af te rijden. Het verbruik 17,2 kWh per 100 km na deze dijk met 120 km per uur vind ik helemaal niet verkeerd. Ook is de batterij net door de 50% grens gegaan en daar deed hij bij precies 100 km. Dat is wel grappig, want op het moment dat ik zo zou rijden met 17,2 kWh per 100 km, dat ik dan 200 km ver zou kunnen komen. Als je goed hebt opgelet, dan zie je dat er iets niet klopt. Ik heb namelijk 100 kilometer gereden tegen een verbruik van 17 kWh per 100 kilometer. En dat zou dus betekenen dat ik precies 17 kWh verbruikt zou moeten hebben. Dat is dus minder dan 20 kWh, dus minder dan de helft van de accucapaciteit. Kortom, er zit waarschijnlijk zo'n 6 kWh reserve in de accu. Of ik mag het niet gebruiken, of ik heb het echt als reserve voor het geval dat ik strand. Maar in ieder geval, met deze waarde zit ik iets te hoog. Maar als ik kijk naar het batterijpercentage, dan kom ik helemaal niet bij mijn snellader aan. Dus dat zou nog wel een avontuur kunnen worden. Kijk, het is toch altijd avontuurlijk met zo'n elektrische auto. Dan heeft Nissan nog een andere leuke innovatie. En dat is iets waar je vooral bij lage snelheid echt wel veel plezier van kunt hebben. Dat is namelijk het zogenaamde e-pedal. En het e-pedal zorgt ervoor dat je het rempedaal eigenlijk niet meer nodig hebt. Als je het gas loslaat, dan zal de auto vrij stevig afremmen. En zeker op lagere snelheden kun je hem daarmee heel goed doseren. Rij je in de stad of in een dorpscentrum, dan heb je dus echt het rempedaal niet meer nodig. Op hogere snelheid merk je dat het e-pedal wat rustiger reageert. Je zit dus niet gelijk met je hoofd tegen de voorruit op het moment dat je het pedaal loslaat. Het duurt zelfs eventjes voordat hij echt begint met vertragen. Dat is iets waar je aan zult moeten wennen. Hou je er niet zo van of denk je van ik vind het op lage snelheid fijn en op hogere snelheid dan rol ik liever uit. Met een knopje hier zo in de middentunnel zet je het eenvoudig weg uit.
En dan kun je ook nog kiezen voor de gewone B-stand, zoals we al kennen van de vorige Nissan Leaf. Maar bijvoorbeeld ook van de Toyota Prius. Ik vind dat het e-pedal echt wel bijdraagt aan de bijzondere rijsensatie die zo'n Leaf biedt. Een BMW i3 heeft het bijvoorbeeld ook, maar bij de Leaf is het nog wat beter uitgewerkt. Een Leaf komt namelijk volledig tot stilstand en zal daarna ook niet wegrollen. Een i3 moet je dan zelf nog met je voet bijremmen om op zijn plek te houden. Deze kun je dus echt volledig ook op een helling laten stilstaan. En ze zijn er weer hoor, de schaapjes. Ze liggen nu wel heel erg lui in de verf. Op dit soort wegen waar klinkers in de berm liggen, rijd ik regelmatig over die klinkers heen om ook fietsers en voetgangers te waarschuwen voor mijn komst. Want hoewel de Leaf een geluidsgenerator aan boord heeft, is hij toch nog steeds behoorlijk stil. Oké, hier in Stavoren zal ik eventjes de route verder voortzetten. Dat ga ik eventjes doen met het navigatiesysteem. Via de navigatie. En dan is het inderdaad het restaurant bij Lelystad, de HJ. Die moeten we hebben. Ja, dat klopt. En dan gaan wij starten. Ja. Maar dat gaan we niet zomaar doen, want we gaan natuurlijk via sloten. Dat is 101 kilometer dus. Ik heb nog een range van 87, dat is interessant. En ik wil geen laadstation zoeken. Hou op. Kijk, dit is vervelend. Het systeem is erg langzaam. Ik moet soms heel lang wachten voordat ik iets kan doen en dat stoort mij wel. Ik wil alleen wel navigatie iets aan de route toevoegen. Ik wil tussenstop toevoegen. En dat is een nieuw. Ja, sloten toevallig. Ja, anders had ik hem ook verkeerd ingevuld. Die moet ik hebben. Aan route toevoegen. Eén Friese. Jalala. Duurt weer lang. Berekenen. Prachtig. Nou, je ziet het, 107 kilometer is deze route nog. Hier staat nog 87. Dus dat moet te doen zijn, want het verbruik daalt en daalt en daalt. Nou, op dit punt kwam ik erachter dat het allemaal volledig mis was gegaan met het opnemen van de audio. Blijkbaar vond de app die ik gebruik het helemaal niet nodig om alles wat ik jullie te vertellen had op te slaan. Dus ik hoop dat het tot hiertoe een beetje te verstaan was. Ik zal erom denken dat de audio nu beter wordt. En ik ga er ook om denken dat ik, ook al moet ik nog 106 kilometer rijden met 86 kilometer range, dat ik er toch wel ga komen. EcoStand staat keurig ingeschakeld. En het verbruik daalt alleen maar omdat ik hier nog langzaam rijd. Dus ik geloof wel dat het gaat lukken. Maar op de snelweg ga ik straks 100 rijden. Ja? Met de nieuwe Nissan Leaf debuteert ook ProPilot. ProPilot is de naam van Nissans rijassistentiesysteem. Het is een combinatie van een adaptieve cruise control die zelf afstand houdt en een stuurassistent. En die stuurassistent die werkt als hij het doet heel goed. Hij gaat niet pingpongen of zigzaggen zoals ook premium merken dat nog wel eens doen. Ik noem geen namen, Volvo, BMW. Maar dit is een goed systeem. Maar er is iets mee. Het systeem bepaalt zelf wanneer het actief is. Het kijkt daarvoor naar de omstandigheden en naar de weg. En daar kan ik niet echt een lijn in ontdekken. En het systeem ook niet. En ik rij hier op hele mooie wegen met links en rechts een doorgetrokken streep. Beter kan niet. En het systeem weigert te functioneren. Hij herkent deze weg niet als een weg. Dus juist op zo'n weg zou ProPilot fantastisch zijn en het systeem doet het gewoon niet. Dat is raar, want soms binnen de bebouwde kom, waar de lijnen een stuk minder goed zijn, werkt het systeem wel. Wat mij betreft mogen ze dat bij Nissan nog wel eventjes herzien. Want juist op dit soort wegen moet het systeem perfect functioneren. De adaptieve cruise control daarentegen, die doet zijn werk uitmuntend. De afstand die kan kort genoeg, kan lekker lang. Hij is niet te gereserveerd, hij rijdt best wel vlot op het doel af. Geef je richting aan, dan versnelt de auto zelfs een beetje. Je moet nog wel zelf sturen, ook met ProPilot. Nee, dat is een heel goed systeem. Maar ProPilot zelf heeft meer potentie dan dat er nu uitgehaald wordt. Inmiddels ben ik aangekomen in Sloten, waar ik zo eventjes wat ga eten. Wat er interessant is, ik heb dus 162 kilometer nu afgelegd. En ik heb nog 23% stroom over. Het verbruik is heel netjes, 15,7 kWh op 100 kilometer. Dat komt vooral omdat ik net echt langzaam heb gereden. En dat kwam doordat ik veel door de bebouwde kom en zo ben geleid. Maar het is wel apart dat ik nog 63 kilometer kan rijden, terwijl ik straks nog zo'n 80 kilometer moet gaan rijden. Dus dat gaat niet helemaal lukken. Ik ga zo eens even kijken hoe ik dat ga oplossen. Omwille van de tijd heb ik besloten om maar niet in Sloten te gaan eten.
Maar gewoon door te rijden. Ik heb nog 73 kilometer voor de boeg voordat ik bij de snellader ben. En ik kan nog maar 53 kilometer volgens de auto. Dus dat zit 20 kilometer ertussen. Maar ik ben gaan rekenen. En als ik ga rekenen, ik heb nog maar 19% batterijstroom over. Maar een gemiddeld verbruik van 15,6 kWh op 100 kilometer. Daarmee heb ik berekend dat ik nog zeker 12 tot 13 kWh in de accu's heb nu. Terwijl die zegt dat hij al ruim onder de 10 kWh zou zitten. Dus dat loopt niet helemaal gelijk op. Het is alsof ze een soort van bescherming hebben ingebouwd. Ik rijd nu op de A6. Ik heb de snelheid laten terugzakken naar 90 km per uur. Ik moet nog 66 km en kan er nog 44. Doe het sommetje en je merkt dat gaat niet lukken. Maar er waren echt geen andere snellaadpunten in de buurt. Dus ik hoop dat door het rijden van deze snelheid, dat op constant tempo, dat ik gewoon zo gunstig, zo zuinig rijd, dat ik die kilometers terug ga winnen. Dat is hachelijk, moeilijk en interessant straks. En eerlijk gezegd ook niet helemaal wat ik verwacht had. Maar die discrepantie tussen de percentages en het gemiddelde verbruik, die blijft bestaan. Dus ik heb goede hoop dat er straks nog ergens 5, 6 kWh een reservetank blijkt te zijn. Waarop ik vrij eenvoudig nog naar mijn fastnetstation kan rijden. Inmiddels volgt bij 9% batterijstroom de melding, waarschuwing, accu is bijna leeg, laat nu op. Dat is na 197 kilometer. Het batterijniveau daalt ineens nu ook naar 8. Het icoontje van de range met 25 kilometer begint te knipperen. Kortom, the heat is on. Ik moet nog 49 kilometer namelijk en ik kan er nog maar 25. Dit is een hele interessante gewaarwording. Maar je moet het sommetje nog eens maken. 197,5, zelfs bijna 200 kilometer. Met een gemiddeld verbruik van 15,6 kWh op 100 kilometer. Dat maakt het dus nog ineens 32 kWh verbruik uitkomen, terwijl ik 40 kWh aan boord moet hebben. Dus wat er met die resterende 8 kWh aan de hand is, wie zal het zeggen? Ik rij nu al een tijdje op de snelweg achter een vrachtwagen, dus keurig 88 km per uur. Met de range knipperend op geen kilometers, met de batterij leeg geen kilometers. En dat is heel interessant, omdat ik een gemiddeld verbruik van 15,3 kWh heb en 225 km gereden. Er zit dus echt nog ergens 6, 7 kWh in deze auto die de batterijmeter niet meetelt. En nu is het dus de vraag, met nog 22 km te rijden, is dat een reservetank? Of is dat iets wat absoluut niet gebruikt wordt door Nissan? Het zit er waarschijnlijk wel, want anders kun je het niet verkopen als 40 kWh. Maar waar dan? Kan ik het gebruiken? Mocht het nou zo zijn dat ik hiermee niet aankom, dan rijd ik hem de vluchtstrook op, zet ik hem in de berm. Dan laat ik mij afslepen door Nissan. Nissan heeft daar een hele goede service voor, heb ik me laten vertellen. Dus dat is top. Ik hoop alleen niet dat het zover komt. We hebben nog 20 kilometer te gaan en verder helemaal geen rare meldingen. En een laag verbruik, want het verbruik is ook echt heel laag, is heel netjes. Denk ik dat ik er gewoon kan komen eigenlijk. Want die kilowattuurs die nog over zijn, die ik heb berekend, die moeten ergens zitten. Ik kom er weer genadig mee weg, want zoals je ziet, de navigatie, die denkt dat ik flink moet omrijden. Die vond dat ik nog even 18 kilometer moest omrijden voor een station aan de andere kant van de weg. Maar hier sta ik bij Fastnet de Aalscholver. Dat heb ik gehaald. Ik heb 232 kilometer gereden, zoals je ziet. En op 15,1 kWh per 100 kilometer. Dat komt mede doordat ik op de snelweg net heel rustig aangereden heb. Maar dit komt erop neer dat er nu nog ergens 5 kWh in moet zitten. Ik ga hem zo aansluiten bij Fastnet. Dan gaan we gelijk op het schermpje kijken hoe leeg de accu echt is. Nou, ook hier bij Fastnet zie je het. Hij staat echt op 0%. Die accu is volgens de auto zelf in ieder geval schoon leeg. Het had niet veel langer moeten duren. Wel mooi om te zien. Dit heb ik nog nooit gezien. Maar we hebben het echt tot de limiet gepusht en we zijn er gekomen. Dus ik ga hem nu ongeveer een derde volgooien. En dan weer door naar Haarlem. En hoe bereken ik nou hoeveel ik nou nog moet bijladen? Ik weet, ik moet 65 kilometer rijden. En ik ga uit van het ergste. Ik wil gewoon lekker doorrijden. Ik moet ook nog wat doen straks. 20 kWh per 100 kilometer. Dat wil ik gaan verbruiken. Ik maak wel heel eenvoudig een rekensommetje. Dan doen we 0,65 keer die 20. En dan komen we uit op precies 13 kWh wat ik moet bijladen om op mijn bestemming te komen. Nu wil ik liever iets reserve. Dat heb ik al enigszins omdat ik meer heb berekend voor het verbruik en dat ik daadwerkelijk zou gaan doen. Maar voor de zekerheid gaan we voor zo'n 15 kWh. Zo, die heeft zich snel omgekleed, hè?
Nee, stiekem is het eigenlijk de volgende dag. Ik ben weer op weg naar Friesland, naar Sarhuisterveen. Eigenlijk dezelfde roadtrip die ik heb gemaakt met de BMW i3S. Daarbij moest ik onderweg snel laden om op mijn bestemming te komen. Hiermee kies ik er bewust voor. Nu hoef ik daar ter plekke aanzienlijk minder lang te laden, zodat ik vanaf daar in één ruk terug kan naar huis. Daar kan hij vervolgens weer de hele nacht laden bij een laadpaal die ik thuis heb. Ook vertel ik dit verhaal omdat de Leaf wat nuance verdient. Gisteren namelijk heb ik die auto enorm lopen pushen, enorm lopen stressen om maar zoveel mogelijk range eruit te halen. Bij normaal gebruik, zoals ik nu doe, zul je zien dat die range ruim voldoende is. En zeker als je een klein beetje plant, dus een afstand haalt van ongeveer 200 kilometer als maximum, dan zul je nooit een probleem hebben, is die range anxiety ook geen probleem. En dan zul je zien dat alleen al 40 kilowattuur ruim voldoende is voor dagelijks gebruik. En dan komt er straks ook nog een versie met 60 kilowattuur, waarmee je dan zo makkelijk 300 kilometer moet kunnen rijden. En ook als reisauto is die Leaf gewoon heel erg geschikt. Hij is stil, comfortabel, ProPilot werkt op de snelweg top. Dus eigenlijk heb ik helemaal niks te klagen. Het klonk misschien wat zuurder gisteren dan dat het daadwerkelijk is. Ik sta op het punt om de auto weer in te gaan leveren bij Nissan Nederland. Dus is het na een week rijden en bijna 1400 kilometer tijd om de balans op te maken. Even kijkend naar de verbruikswaarde, dan zie ik 16,8 kilowattuur op 100 kilometer. En dat lijkt mij een heel keurig verbruik als je ziet hoe ik gereden heb de afgelopen dagen. Ik heb natuurlijk voor jullie een deel gefilmd, ook een deel niet. Goede waarde, heel goed. De Leaf zelf is ontzettend veel leuker geworden om te rijden dan zijn voorganger. Dat was echt een pragmatische elektrische auto. En de nieuwe Leaf die biedt rijplezier. Dat is echt een hele mooie ontwikkeling. Over het gebruik van de batterij zal ik nog eventjes navraag doen. Het antwoord daarop zul je waarschijnlijk teruglezen in het geschreven stuk op autokopen.nl. En dan rest mij verder niks om te zeggen dat de Leaf eigenlijk wel een hele competitieve elektrische auto is. De prijs is goed, zoals hij hier staat, zo'n 40.000 euro. Niet weinig natuurlijk, maar zakelijke rijders profiteren van 4% bijtelling. En dat is dan weer erg gunstig. Ook qua rijden, rijhulp en veiligheidssystemen is de auto helemaal op niveau. ProPilot mag nog een klein beetje getweakt worden, maar de potentie die is er zeker. En ik heb daar ook echt heel veel plezier van gehad op mijn ritten. Kortom, ben jij in de markt voor een nieuwe elektrische auto? Dan moet je de Nissan Leaf zeker niet uitvlakken. Dan moet je echt een proefrit mee gaan maken. Want hij is, juist door zijn toegenomen rijplezier, mooiere interieur, betere exterieur, een stuk aantrekkelijker geworden.